Cubus heeft de Red Dot Design Awards 2019 gewonnen. Dat is een internationale wedstrijd waar jaarlijks zo'n 11.000 inzendingen voor binnenkomen uit 61 verschillende landen. Naast dat we bijzonder trots zijn op onze bussen en dit ontwerp, heeft Studio Luidspreker het ook wel gewoon zo goed neergezet. Dat we impact hebben, creatief zijn, maar ook gewoon heel erg origineel. Met deze kleuren hebben we gewoon echt een duidelijk concept richting de reizigers. Zij weten gewoon, met die kleur ga ik daarheen en de volgende kleur kan ik iets sneller. En de gele buurtbus is echt voor in de kernen. We zijn vooral ook heel erg trots op de samenwerking met Studio Luidspreker. Zij hebben tenslotte dit concept bedacht. Het is duidelijk, eenvoudig en we willen hiermee de reizigers echt gewoon eenvoudig laten reizen middels dit leuke kleurensysteem. Bij Cubus valt er voor de reiziger ook wat te winnen. Wat je moet doen weten ze nog niet, maar... Waarschijnlijk willen we iets gaan doen met dat ze met onze verschillende bussen op de foto moeten gaan en dit delen op social media. En daaruit gaan we dan een aantal leuke winnaars kiezen. En op die manier hebben jullie ook weer een beetje extra naamsbekendheid? Op die manier, creëren we inderdaad ook net wat meer naamsbekendheid. En zien we ook gewoon de reizigers en onze bussen met dit mooie ontwerp weer terug op social media. Wat je kunt winnen is ook nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk gaat het om gratis reizen.